als ik hier werd je net vroeger jonger was. Mijn leven is buiten. Ik ben veel meer buiten. Ik leer gewoon hier ontzettend veel. Ook over mensen, over mezelf. Kinderen zeggen moeder, mama. Ik mama van Tonia. Het buiten zijn, het fysiek bezig zijn. Daar word ik er echt heel gelukkig van. Dit is Oost-Indische kers. Dan ga ik er 2 op de kop zetten. En dan, ik heb 6 plantjes. Dus 3 bedden. Oké. Mijn naam is Ellen Pronk. Ik ben geboren in Vlaardingen. En ik woon al 24 jaar hier vlakbij, vlakbij de tuin. Ik heb kunstacademie gedaan, industrieel ontwerpen gestudeerd. Ik heb een diploma. Niet dat ik daar iets aan heb. Sinds 2011 ben ik ZZP'er. Het is wel een beetje op de achtergrond geraakt nu. Ik ben ook gewoon nu heel erg aan het nadenken over mijn toekomst en wat ik wil. Ik kom volgens mij steeds dichter bij een antwoord. Ik weet tenminste niet hoe deze plant heet. Hilde, weet jij hoe deze plant heet? We eten hem niet. Dus volgens mij is de officiële term onkruid. Maar ik ga de Oost-Indische kers hier zitten. Oh. 2 plantjes. Nou. Het is een van de regels, ja, wat volgens mij bijna iedereen doet. Dus als je iets gezaaid hebt of je hebt iets geplant, dan geef je het altijd even water. Want de wortels moeten, ja, het moet even zich goed verbinden met de grond. Ik weet er in principe niet zoveel van af. Ik heb nooit zelf een tuin gehad. Ik heb ook nooit in een huis gewoond met een tuin. Dus dat is mijn nummer 1 wens, om een huis met een tuin te hebben. Dat lijkt me echt fantastisch. Iedere dag. En onkruiden weghalen. Smiddags laat de meeste water geven aan de plant. Nee, die gaan niet met de. Aan de bonen moeten iets anders. Ik heet Luigi Porco. Ik kom uit Oud-Italië. Geboren in Sardinië. En mijn werk daar was ook boeren. De bomen hadden en de druiven hadden en ook. Wat hier planten. Wij doen alles daar. Ik ben niet aan de school geweest, maar alleen bij de baas geleerd. Hey, tomaten ook een voorbeeld. Die hebben verleden jaar tomatenplanten gehad. Nou komen ze vanzelf. Een paar kapot tomaten blijven zien. En die zaden hier. Dan komen ze wel uit.
Die snijbieten ook precies hebben. Daarna word ik schapenherder. Had ik 50 schapen voor mijn eigen. Toen hebben mijn collega's spreken, ja, wou emigreren. En, nou, ik heb alle schapen verkocht. En kom het hier. Zo, het is bijna open de water. Ik heb nu nog geen koffie. Nee. Als kind wilde ik altijd boerin worden. Bij mijn oma en opa in hun tuinhuisje, daar, bij hun tuinhuisje, daar hadden wij ook allemaal als kinderen zelf een stukje tuin. En daar wilde ik ook groente verbouwen. Maar ik vond mijn oma niet goed, want ja, wij waren er niet zo vaak, dus dan moest zij het verzorgen. Deze drie bedden, daar kunnen nog stambonen worden gezaaid. De worteltjes die komen op en de pastinaak, die daar kan gewiet worden. En toen ik op de Kleinkunstacademie zat, toen vroeg iemand mij op een gegeven moment, een leraar, maar Hildeke, wat wilde jij nu echt heel graag worden? En toen dacht ik opeens, ja, boerin! Dat ben ik gewoon vergeten. Er zijn dus ook heel veel mensen die dit heel moeilijk vinden, maar ik heb niet zo heel veel moeite mee. Ja, maar dat is een plant en die heeft heel erg zijn best gedaan. En ik begrijp het ook allemaal, maar ik merk nu dat pas nu ik het tegen jullie zeg, denk ik, oh ja, dat is best heftig. Maar daarvoor deed het me eigenlijk niks. Ik deed het heel onnadenkend. Sorry plantjes. Ik heb nog geen groot stuk land, maar waar was dat voor in? Ja, ze gaan natuurlijk ook nog een beetje groeien, dus misschien kunnen we het beter nu een beetje aan de korte kant doen. Anders moeten we het namelijk over 3 weken weer doen. Deze mensen die hier nu langs fietsen of lopen, die kunnen gewoon meteen op je boerenbedrijf kijken in plaats van dat ze 20 kilometer moeten fietsen of met de auto komen. Dus dat is heel mooi aan, dat het heel dichtbij heel veel mensen is. Ik liep op een vrijdagmiddag langs. Ik zwaaide, ze zwaaide terug en ik dacht van, ik ga even langs. Maar ik ga even praten van ja, wat ze hier doen. En ze zeiden dat het een tuin is voor vrijwilligers. Toen dacht ik, nou, daar heb ik wel ruimte voor in mijn leven. Dus dat is 3 jaar geleden. Ik vind het fijn, iedere dag hier ben. En als het mooi weer. Ja, kijken hoe moet ik onderuit. Keurig schoon. Geen onkruiden. Meestal aan je oude wijk. Hier oude Noorden. Mm-hmm. Hier woont hij hier in de buurt. Ah, gek heel. Ja. Niet nodig. 3 kastanjebomen. En die daarachter, die notenbomen. Dat is leuk. Dat is net voedsel van vroeger. In Italië nog, hè, in Noorden. Wat produceert de kastanje, die meel, maken ze brood en koekjes. We hebben het expres in rijtjes gezaaid, zodat je weet, nou hier staat dus geen wortel. In ieder geval hier, lijkt me goed. Ja, ik hou eigenlijk bij wat er op tuinniveau moet gebeuren. En ik moet ervoor zorgen dat het juiste moment het juiste wordt gezaaid of geplant of gewiet. Als je dit aanraakt en de zon staat erop, dan kan je bladeren krijgen. En hij had dat gehoord en hij dacht, ja, dat is pas niet zo. Dus toen had hij het toch zonder handschoenen gedaan, dan kreeg hij bladeren. De leukste klus in de tuin. Zaaien. Koffie drinken. Een krant lezen. Een koffie drinken hier. Als het weer in de zon is, komt mijn vrouw ook. Ja, ik ben niet van het hele fysieke, zware werk. Als er in de winter houtsnippers zijn gebracht, vind ik het op zich fijn om dat te verwerken. Maar ik ben wel een stuk langzamer.
Maar ik denk, ja, het is toch een verschil als je tegen iemand van 30 jaar met een 55 jaar oude vrouw, denk ik, daar. Dan doe ik gewoon een stapje terug. Ah, oh, jeetje. Deze winkel is uit Sardinië. Zaadjes meegenomen. Wat hier kopen, zit in de zakjes. Die selecteren, zeggen ze maar. Maar ik zie hetzelfde wat om de planten meenemen. Laten drogen en moeten hier brengen. Ja, gewoon in de zakje, in de koffer. Dus, ja, natuurlijk. Waarom niet? Dus kun je smokkelen. Dus ja. Ik denk dat ik op zoek ben altijd naar de essentie. Dat vind ik fijn. Het buiten zijn, het fysiek bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel eerlijk voedsel, zonder gif enzovoort. Ik ben ook best wel ouderwets. Ik vind eigenlijk auto's stom en trekkers. Ja, ik wil het liever gewoon zelf doen met andere mensen, lichamelijke arbeid. En dat is natuurlijk heel moeilijk als je dat voor heel veel mensen moet doen. Maar hier hebben we toch ook veel productie met deze lucht. Mashallah, mashallah, kijken. Oeh, mashallah. Aha. Allemaal pittig. Mooi tomaten. Ik ben mevrouw Kaya. Ik kom uit Turkije. Ik heb 5 kinderen. 12 kleine kinderen. Ja. Ik ben bereiden, ik naaien. Ik ben alles doen. Ja, ik ben altijd hard werk. Gaat u helpen? Niet helpen. Alleen kijken of het goed doet. Kijken en goed, niet goed. Vroeger met mama dorp wonen. Mama hebben voor huis tower. Alles doen. Munt, komkommer. En die boom en perzik, aprikozen. Ja, allemaal. Kom daar een beetje aan de kant brokken. Iedereen zegt moeder, mama. Ik mama van Toon, ja. Die koken niet nodig. Ik heb 3 van mij genoeg. 3-4. Ik niet veel pakken. Maar het zijn heel lekker. Lekker, ik ben alleen kinderen niet eten, tomaten. Nee? Nee. Ik ben elke dag dicht bij die. Gaan de mensen, gaan er wanneer het huis klaar, gaan er combineren zitten, mensen komen. Allemaal roddelen. Allemaal roddelen, praten, zitten, koffie drinken, thee drinken. Ja. Hey. Sorry. Ik ben typisch. Ja, ik ben niet zo dan mensen tegen. This morning with the courgettes from the garden. Oh, nice. Oh, yeah, I see them. Yeah, cool. Die is echt... The courgette cake is back. Yeah. It's courgette cake season. Sorry, hij is een uurtje pas klaar. Ik heb vanochtend een cake gebakken. Een courgette cake. Dus eigenlijk al vanaf het eerste jaar dat ik courgette cakes maak. Want courgettes, als de oogst daarvan begint, dan op een gegeven moment dan kun je ze bijna niet meer zien. En dat vind ik ook leuk om te doen en om te delen met andere mensen. Het laatste restje van de cake staat daar op de tafel. De rest is allemaal opgegeten door de mensen in de tuin. Dus. Even wachten.
Die zijn rode spitskool. Nou, dan gaat gelijk beginnen. Bij ons in Sardinië. Iedere familie weet zo wat planten en wat doet. Meestal iedereen heeft een klein tuintje. De vrouwen ook weten, dat heb ik geleerd. Voor zijn ouders. Nee. Vergeten. Wat? Deze, die beneden, die wordt. Nee. Ik kan het zo doen. Ja, doe ik op mijn eigen manier, joh. Dit is allemaal haaglinden. Je ziet hem ook tegen het hek daar groeien met die mooie witte bloemetjes. Je kunt het niet eten. Het verstikt alles. Een ramp. Maar ja. Alles doe ik bij schrappen. Die water geven. Ga naar in mijn week ga ik. Ramp kijken. Bloemetje geven voor jou. Misschien voor jou maar niet een mooi bloemetje geven. De meeste mensen weten niet hoe in de tuin is. Ik weet niet welke onkruid is en welke goede plant. Oh, samen doen. Hoppelee. Dat is weg. Elke vrijdag een beetje plukken. Ik kan elke dag een beetje eten, groenten van die. Zuur, een beetje zuren. Ik vind het lekker. Van toen ochtends een beetje twee eieren koken met groenten lekker. Dit is alle vlinderbloemigen, die vangen stikstof uit de lucht. Okay. En dus die brengen stikstof in de grond en dat is goed. Want dat is dus die knippen ze af? Ja. Mag deze vasthouden alsjeblieft? Ik ben nog een beetje blokken. Heel belangrijk. Ja. Het is niet het belangrijkste in mijn leven, dat niet. Maar het is wel gewoon een heel groot stuk van mijn leven. Daarnaast vind ik het ook fijn dat ik op regelmatige tijden gewoon mijn huis uit ben. En wat sociaal contact heb. Dus dat vind ik ook wel fijn. De tuin is een gemeenschappelijke moestuin. Dus je hebt niet je eigen 100 vierkante meter of zo. Dus je werkt met z'n allen. Ik vind zelf dat er meer van dit soort tuinen moeten komen. Waar mensen gewoon kunnen werken en kunnen zaaien. Samen te werken. Zelf met iets bezig te zijn. Je eigen projecten ontwikkelen. Voor mij, we kennen. Bellen, zeg ik mezelf, waar ben je? Ik kom voor thuis zitten. Ik kom samen zitten. Sommige hier openmaken, hier zitten, koffie maken. Eet klaar maken, dan hier eten samen. Ja, ja gezellig. Ja. De tuin heeft mijn leven wel veranderd. Ik heb een andere vriendenkring gekregen. Daar ben ik ook heel blij om. Ik heb het meer een beetje warm dan dat ik was niet echt aan het huilen hoor. Maar dan... Ja, ik probeer ook tijd te maken voor het zingen. Ik wil in ieder geval dat er ook poëzie in zit. En dat het niet alleen maar is, de wereld is slecht. Ik denk dat het zingen is weer zo'n andere manier om iets in de wereld te doen. Dus daarin probeer ik in ieder geval ten dele ook dat ja, me in te zetten voor klimaatgerelateerde dingen. Maar ik vind het ook leuk om in de kroeg te spelen. Zonder hè? Hey, Daniel. Zonde, hè? Zo'n mooie blaadje. Ja, mooie plant, hè? Deze is echt fantastisch. Maar ook gewoon echt schitterend. Echt prachtig. Kom, Mamita, kom. Tomaten plukken, kom. Tomaten. Oké, dankjewel.
Dit wordt allemaal verdeeld onder de mensen die hier in de tuin werken. En het is veel deze zondag. Prachtig. Als mensen goed kennen, de buren. Zeggen, buurmanen mag ik van die hebben of niet. Of het hier hetzelfde die ik willen die hebben, anders moet er auto halen. En dan geven we de andere mensen. Oh. Ah, pakken! Oh, ja, dankjewel. Ja. Het spelen bij een kampvuur met mensen die luisteren of meespelen, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik denk ik eigenlijk de leukste manier van muziek maken. Dat je in een gemeenschap met je muziek het feest of de samenkomst ondersteunt. En vooral ook elke keer deze vraag van wie wil er nu een liedje spelen? En als niemand dat wil, dan ga ik verder spelen. En als iemand anders zegt, ja, nou kan het nog niet zo goed. Dan ga ik heel hard roepen, jawel, jawel, gewoon doen. Ja, dat vind ik een mooie rol.